eerste wat er nu komt, Hans, is... ik ben blij met je. En dan... Wat terugkomt is... Je kunt niet geven wat je zelf niet bent. Dat is één stukje. Het andere is dat je niet iemand bent. Het zijn enkele stukjes die me diep raken. En die blijdschap komt, denk ik, hierdoor. En ik merk dan dat er een emotie is die diep is. Dat is de ene kant. De andere kant is het er zijn die je werkelijk bent. Daaruit volgt moed. Ik werd vannacht wakker met het woord moed, met een D. Als ik dat zo uitspreek, dan zit daar veel meer in dan wat het woord zegt. En moed vraagt dit van onze persoon om. Dus de ene kant. Om er werkelijk voor te gaan. Aan de andere kant is moed eigenlijk ook die achterkant. Maar misschien. Kun je er iets meer over zeggen? Over moed. En die is ook dat je zei, dat je dus, wat is de directe ervaring? Het zijn woorden die me eigenlijk diep raken. Maar die moed, ik werd er vannacht mee wakker. Ik denk, ga maar weer staan, Hans, want je staat al zo vaak. Ik ben schuld. Ja, moed hoort inderdaad bij de mens of de persoon, zeg maar. Die achtergrond, om het nu maar even zo te noemen, die heeft niet zozeer moed, maar daar is een onbevreesdheid. Dus dat is weer meer een afwezigheid van angst, zou je kunnen zeggen. Nou, als we in contact komen met dat primaire gegeven of die achtergrond of dat er zijn, het effect daarvan kan zijn dat we daar als organisme moediger van worden. Omdat we gaan voelen dat er op een diep niveau, laten we zeggen in de onderstroom of op de achtergrond, niks aan de hand is en niks te vrezen valt. Dat kan geassimileerd worden in dat organisme en daarin doordringen als het ware. En dat kan een stimulans zijn om de stappen te zetten die nodig zijn of de dingen te laten varen die nodig zijn. Sowieso zou ik dat zeggen. Dus je zegt dus eigenlijk, het komt van de achter. Dus ja, en daar zou ik het dus eerder onbevreesdheid noemen. Ja. Dus de afwezigheid van vrees. En als het in contact met de persoon komt, dan zou je het moed kunnen noemen. Ja, oké. En dat is eigenlijk geldt voor allerlei van dat soort aspecten. Van, omdat daar geen enkele... in die achtergrond of in dat er zijn zelf geen enkele vertekening is. Als het in die persoon begint te komen, noemen we het helderheid. Je wordt daar helder door of open door. Dat zijn de effecten van dat. Het is niet wat dat is, maar het is het effect ervan op de body-mind of op de persoon in zoverre en voor zover dat daarin doordringt. Dus die effecten... Die zijn dus meestal vanuit de voorkant en vanuit de persoon. Ja, dat is waar we ze merken. Ja, waar het dus gestalte krijgt. Ja, yes, exact. Waar het manifest wordt. Ja. Gestalte krijgt in ons handelen, in ons doen en laten. Yes. Oké. Yes. En dat vraagt natuurlijk openheid van de persoon. Hè? Ja. Dus die mate van openheid... is cruciaal en uiteraard de persoonlijke geschiedenis, zou ik maar zeggen, van die mens of dat organisme in kwestie, maakt dat voor de een makkelijker dan voor de ander. Ja, dat hangt weer af van zijn ervaringen in deze
deze duale wie. Precies, want de ene raakt meer verkreukeld dan de ander, zou ik maar zeggen. Ja. En in die zin kun je dan zeggen van in de voorkant van moed. Yes. Ja. Yes. En op een gegeven moment komt er nog een ander aspectje bij, van als we moedig genoeg zijn om stappen te zetten, en er worden wat stappen gezet, dan kan er ook een vreugde-element inkomen, want het is ook heel leuk om dingen te ontdekken. En het is heel leuk om bepaalde, laten we zeggen, als je last hebt van angsten, als je ziet dat die afnemen, zodat je mogelijkheid om ten volle te leven toeneemt. Dus dan is het niet alleen maar moedig om akelige dingen aan te gaan, maar dan is het ook leuk om dingen te ontdekken. En dan krijg je dat het wat meer creatief wordt en wat positiever wordt. Ja, meer speels. Yes, yes, exact. En dan is de interesse in dat ontdekken is dus heel belangrijk. Yes. En dan gaat dat ook vaak idealiter, wat minder nog eigenlijk om het resultaat wat eruit komt, maar het ontdekkingsproces zelf is gewoon tof. Want dat ontdekken zelf geeft dus de vreugde. Yes. Ja. Yes. Oké. Okay. Dat is eigenlijk heel mooi, hè? Dat is hartstikke mooi. Ja. Wat ik dan ook voel is dat je veel meer het speelsheid van je kind krijgt. Ja, maar dan wel, inderdaad, maar dan wel met ervaring en kennis van zaken. Daar staat het voordeel. Ja. Kinderen zijn vrij dom. Ze zijn wel heel speels, maar ze weten niks. Nee, maar ja, dat komt misschien nog dan. Ja, de kans, ieder kind is een kans. Hè? Ik ben ook blij met iedereen hier. Allemaal? Ja. Dankjewel. Zeg net, het gaat om wat er niet is, toen Ant net sprak, de afwezigheid van angst, ja. Dus het onbevreesde. Wie is dan degene die zich bang voelt of angstig voelt of verliefd of moedig? En ik ben nu op het punt dat ik dat niet weet. En eerst was er dan een soort paniek van, ja, gewoon Ida, of nou, afbellen, tot je op een soort leegte komt. Dus dat triggerde mij net toen jij zei van, dat wat er niet is. Ik weet dus wat het allemaal niet is, maar ik weet niet wat het wel is. En nu is daar heel veel ontspanning in. Okay. Dat is dus blijkbaar dan zo dat ik het niet weet. Ja. Ook wel heel fijn. Het is ook. Heel fijn. Ja. Dat je niet weet waar je aan moet voldoen. Welke overtuigingen er bij dit personage horen. Terwijl je weet wel wat er gebeurt, want er is een wil die gewoon, die gewoon danst en gewoon dingetjes doet. Maar daar hoeft dus niet over nagedacht te worden. Mits je dus een hele rolbeschrijving hebt van dit hoort erbij, dat hoort erbij, die hoort erbij. Het feit dat het constant in flux is, ja. Want het is niemand of hoe je het ook noemen wil, is altijd moedig of bang. Nee. En in bepaalde situaties kan je de ene keer het wel doen en de andere keer het niet doen. En ik zat gisteren op de bank en toen zei ik tegen mijn man van ja, het voelt alsof er alleen nog maar een soort vliesje is en waar ik doorheen kijk. En toen vroeg hij zo meteen weer de vraag, ja wie kijkt daar dan doorheen? En toen kon ik weer zo hard lachen. Toen zei ik ja,
Hij zegt, ja, wat gaat er dan doorheen? Ja, gedachten, of die zijn minder, die worden steeds minder. Zei hij, ja, dus het woordje steeds en minder impliceert eigenlijk dat er dan een betere situatie zou zijn. Ja, toen was ik ook weer zo aan het lachen. Ik zeg, ja. Het gaat toch gewoon om wat er nu ervaren wordt. En af en toe is dat dan, nou, misschien het feit net ook zei, dat je zo even weer zo'n, dat er weer zo'n realisatiemoment is. Mm-hmm. En, en er was ook een moment gisteren dat iemand het over, kijk, iemand had het over Shakespeare, over to be or not to be. En daar begon jij de allereerste sats daar ook mee, met zijn of er niet zijn. Mm. En alles wat daartussen zit, en dan moet je iemand worden. Want die maakte zulke dramatische stukken. En jongens, kijk uit, als je in je verhaal gelooft, dan krijg je dit. Dan krijg je dit. Ja. Ik dacht ineens, volgens mij had die man het gewoon door. En dat was zo'n onwijs coole ervaring gisteren, dat ik ineens dacht, ik snap het. Mm-hmm. Als je namelijk in je verhaal gelooft, dan ga je daarnaar handelen. Oh ja. Ja. Daarom zeg ik vaker van overtuigingen zijn latente handeling. Dus als ik geloof dat ik verraden ben, moet ik wraak gaan nemen. Precies. Ja. Weet je wel? Als mijn pet krijgt te horen, jij wordt koning van Schotland. Oké. Okay. Ja, cool. Dan gaan we dat doen. En dan gaat dus iedereen uitmoorden. Uiteraard. Ja. En de concurrentie uitschakelen. Ja, precies. Maar liefst bij op voorhand al. Ja, dan kunnen ze niks doen. Maar het was fantastisch. Ik was echt zo'n moment van... Dus ik hou van verhalen, ik geniet van verhalen. Maar ik weet dat het een verhaal is. En dat is hetzelfde voor mijn gevoel nu met het... Ja. Het grootste verhaal is de ik. Ja, en het lukt dus ook daarbij van dat we zien dat die termen van wie of ik, dat zijn een soort koppeltermen. Maar die gaan we dan heel serieus nemen. Die gaan we daar totaal mee identificeren. Ja. Terwijl het een soort overzichtstentoonstelling is. Van nou, er zitten dit en dit soort gedragingen in. En dit zijn de kantlijnen zo'n beetje. Maar op het gevoelsniveau gaat dat een heel concreet en belangrijk iets worden. En inderdaad, dat moet ik dan gaan verdedigen. Ja. Dus noods moord en weet ik veel, burn en pillage. En... Ja, zeker. Iedereen gaat dat. Sure, uiteraard. Ja. Cool. Ja. Ja, met dat denk ik. Gisteren was het een beetje verwarrend met de uitwisseling. Omdat ik een geloofssysteem had dat je moet volgen wat de onderstroom zegt en dan... Komt het goed? Nou ja, dat weet ik niet. Er zijn geen garanties, dat is ook het geloofssysteem. Maar wel, trek jij daar dan weer de wortel? Ja, sorry. Ja. Dus dat was interessant. Ja, zo kun je het ook zeggen. Ja. Dat was kloten gewoon. Dan zijn we in ieder geval tot vreugde gestemd. Maar en vanochtend werd ik wakker en toen was er die... ik probeer heel de tijd natuurlijk te ontdekken wat nou de systemen zijn, hè, om daaruit te komen of zo. En de wetmatigheden kom ik dan ook tegen. Of, er is zo'n wetmatigheid die ik een aantal keer beleefd dat je iets heel erg mee bezig bent en dan... Laat je los, niet vanuit die losgang, maar gewoon, het is even klaar door die focus. En poef, daar is het dan, hè, waar je dan mee bezig was, wat het ook was. Diverse keren, dat is heel duidelijk, gelijk ook. Bijzonder. En vervolgens had ik, vanochtend zat ik nog in mijn bed en ik had een boek van Zijn. En... dit thema was dus aan de orde, van je focust heel erg erop en dan daarna je raakt er plots en daar is het. En ik wil natuurlijk alleen maar, ik wil nog steeds van alles. Ik wil... Eén bezwaar. Ja? Jij laat het niet los. Nee, klopt. Maar... Het laat los. Want anders krijgen we dat van, ja, je moet dingen loslaten, dat kunnen we helemaal niet. Ja, dus dat probeer ik net ook eens te zeggen, hè. Dus het is niet vanuit de oorzaak. Nee, I know, maar het is beter om dan...
te zeggen, het laat los en niet je laat los. Nee, okay. Want anders zou het heel makkelijk zijn. Dan kun je tegen iedereen roepen, waar die ook maar mee zit, laat het maar los. Ja, nee. Weet je wel, het slaat nergens op. Wat wel kan, is als ik met totale inzet met iets bezig ben geweest, dan op een gegeven moment desintegreert het en valt het uiteen. Dat is wat er gebeurt. En dus het belangrijke wat we daarin kunnen zien is dat we met volledige aandacht en volledige inzet iets doen en dan is er een kans dat de boel uiteenvalt en mij loslaat. Als ik halfslachtig doe, gebeurt dat dus zelden of nooit. Daar is het belangrijke element daarin. Okay, continue. Nou, dat is dus zeg maar ook heel demotiverend wat je nu zegt, omdat... Nee, helemaal niet. Nou ja, voor mij in die zin dat ik versta het en ik herken het, maar kijk, met een kleine ding is dat gewoon alleen maar dat. Maar met realisatie is gewoon het hele verhaal, het hele persoon, het hele leven, het hele... Ja, het is aan de ene kant, als je dat doet, het grootste wat er is, tegelijkertijd draait het om het kleinste wat er is, namelijk ik. Dus het hele construct hangt aan één vishaakje. Ja, het geloofssysteem van het concept, deze persoon. Ja. Daarom zeuren Ramana altijd over van jullie geloven allemaal in die ik, even mijn vrije vertaling, dan ga maar zoeken dan. Het hele hoe am I onderzoek van hem was alleen maar bedoeld om erachter te komen dat die ik waar je alles om ophangt er niet is. Die lijkt er alleen als je er niet naar op zoek gaat. En zodra we het proberen te vinden, dan ging het net al even over met wie. En wie is dat dan? Dan ga die wie maar zoeken. Er is geen wie. Er is gewaarzijn. Ja, obviously, want er zijn indrukken. Maar niet een iemand die gewaar is. Dus ja, het is het grootste, maar ook het kleinste. Nou ja, en de desillusie zit hem in de halfslachtigheid die je dan benoemt. Dus want je... Ja, ik ben geneigd om daarin vast te bijten, hè, en dingen, omdat als ik het echt belangrijk vind, dus dit is... Ja, wat is er mooier dan dit, hè? Alleen, ik kan niet de hele tijd, hè? Dus nee, maar dat kan niemand. Hm? Maar dat kan niemand. Maar wat we wel kunnen is op de momenten dat we ergens mee bezig zijn, of het nou afwassen is of zelfonderzoek, dat met totale aandacht doen. En daarna zijn we even moe of uitgeput of zijn er andere dingen die noodzakelijk zijn. Dan zijn we daarmee bezig, doen we dat bij voorkeur zo aandachtig mogelijk. En op het moment dat er weer gelegenheid is, bam, er weer op. Maar hè, als rare vergelijking, als ik zover was om een muziekje op te nemen of ik pak die laptop om iets te schrijven, gaat dat hyper geconcentreerd. En gaat het over het algemeen ook vrij snel, even los van de kwaliteit. Dat is smaak en whatever, weet je wel. Maar dan gaat dat heel snel. Waarom? Omdat alle processing eromheen is al gedaan. Als het dan ingespeeld moet worden of opgeschreven, bam! Nou, zo ging dat ook met dat zelfonderzoek. Ik kon heel snel onderscheiden wanneer ik daar een beetje over Advaita zat te mijmeren. Wat mensen dan noemen, ik ben bezig met bewustzijn, ja, laat het maar, ga maar een stoep velen. Weet je wel, of wanneer ik echt erbij was, omdat het gevoel er was van het huis is on fire en ik moet nu die brandkraan vinden. Zou ik maar zeggen, weet je wel, nou, je kunt constateren en iedereen kan dat je niet altijd in die modus bent. Nou, soms wel. Goed, dat hoort bij het spel. Dus niemand vraagt van dat 24 uur per dag bam, met 130% inzet. Dat kan niemand. Maar als we onderzoeken, kunnen we dat het beste met complete aandacht doen, met een hoge mate van energie. Als we minder energie hebben, wat we dan kunnen doen, is op zijn minst opmerken dat die stilte of dat zijn, of hoe we het willen noemen, er altijd is. Daar is een lagere hoeveelheid aandacht genoeg voor. En dat is heel gunstig om dat te doen. Maar als we echt willen aanpakken, well, we better be there. Dat is alles.
En verder als mens, wij kunnen nooit meer dan totaal ons best doen. En over het resultaat gaan we uiteindelijk niet. En ik vond het heel lullig, want ik had naar mijn idee vrij veel energie, but it took me years. Dus ik ken de frustratie ook en alle sympathie daarvoor. Weet je, ik had er helemaal gek van, had net als iedereen het idee van I'll never get it. Er waren glimpsen en dat soort dingen, dus je weet ergens iets van nou, op zijn minste richting. Let's say, weet je wel, maar iedere keer als ik dacht dat ik het had, ontglipte het weer, weet je wel. Nou, dus frustratie hoort dan waar, er geen zin meer in hebben. En dan weer ineens gebeurt er iets en je denkt, oh, dit gaat lekker. Weet je wel, dan word je weer overenthousiast. Vervolgens lig je weer op je bek, natuurlijk. Wat een gekloot allemaal. Schrikkelijk. Yes, it is, of course. Mijn voordeel was dat het er daarvoor toch al de hel was, dus in die zin was dat niet veel erger. En hier zat nog een soort perspectief in. Of, ik had ergens die idiote notie van, I'm gonna do this. Wat natuurlijk een beetje raar en arrogant is en tegelijkertijd niet helemaal onwaar. Ja, het helpt bij focus natuurlijk. Yes, yes. En de overdrevenheid en het narcisme ervan, dat brandt er vanzelf wel af. Want de niet bestaande zus sla je gewoon weer je kop. Ja, het was wel mooi, want ik opende het boek vanochtend dus. In de voorkant stond de opdracht van mijn vader. Lees en herlees, heel onderstrepen, tot ik het helemaal moet denken te begrijpen. En dan... Chuck it. Laat het, hè? Yes, ja, heel goed. Ja, dat is een prachtige soort van... Yes, yes. Ja. I like him already. Dus iedereen in momenten van die frustratie beseft gewoon dat hoort erbij. Weet je wel. En dan even zakt alles in en... Je hebt zoiets van, laat maar, er wordt toch nooit wat. Er hoort er gewoon bij. Volgende dag, try again. Weet je. Gewoon één keer vaker opstaan dan je valt, zeg maar zo. Dat is het principe. En je wil, en je knieën zijn kapot, je hebt een bloedneus en je breekt je arm. Zodra iemand, dat schreef ik ook ergens in die valse noten op, ik had zo'n gesprekje en dan zei iemand tegen me, ik vertrouw op God. En toen zei ik van, nee, dat doe je dus niet. Door het simpele feit dat je dit zegt, geef je aan dat je bang bent. Vertrouwen is een angstterm. Het slaat nergens op. Dus het is een bezweringsformule, net als mensen, en dat je dat tegen een klein kind zegt van, ja, alles komt goed, dat kan ik me nog voorstellen. Maar zodra ze 10 zijn, moet je daarmee ophouden, want dingen komen helemaal niet goed. You're gonna die. Ja. Weet je wel, rot toch op. Niks komt goed. Nee. Het enige waar je op kan vertrouwen is dat er willekeur en chaos is. En, weet je wel. En constante verandering. Dus iedereen die tegen mij zegt, ik vertrouw, weet je wel, dan weet ik één ding. They're scared shitless en wat ze beweren is precies het omgekeerde van de feitelijke toestand. Het is net zoiets als mensen gaan roepen van nou om je de waarheid te vertellen, nou, dan weet je dat ze meestal liegen. En dan zeg je dat niet.
Ik had er nog zo'n paar, zo'n nootje van, en dan zegt iemand tegen een zogenaamde mij van, ik vertrouw jou. En dan zeg ik van, daar zou ik maar mee oppassen. Weet je wel, of een andere van, ik vertrouw op u meneer, van, oké, probeert u een claim op mij te leggen. Moet ik vanaf nu altijd zus of zo zijn? Omdat jij je vertrouwen schenkt, dat soort cadeaus, hou maar bij u. Echt, wat een klote term. Sorry, ik raag de even door. Nomi. Voordat is eigenlijk niks ondraaglijk. Tegelijkertijd is er alleen maar dat. Dus wat maakt het dan zo ondraaglijk? Dat vraag ik me echt iedere keer af. Mm-hmm. Wat maakt het nou zo ondraaglijk? Wat is nou dat wat er weerstand tegen heeft? Dan kan ik het niet vinden. Maar dat schijnt wel weerstand te zijn. Je zei dat straks van, er is over die stilte van, het was niet Hans die de stilte voelde of hoorde. Ja, eerst wel, maar ja. Het draaide om. Maar die stilte is, die was niet bang om Hans te vullen, of om Nee, die heeft daar niks tegen. Nee. Hoewel het in essentie een stoorzender is. Ja, dat lijkt ik wel te voelen van iedere keer. Ja, dat zei ik. Stilte die Naomi ervaart, of dat wat Naomi ervaart, maar dan is er meteen weerstand te tegen. Iets wil er meteen van weg. Maar dan kan dat niet zijn, want dat heeft geen weerstand. Dus nee. Dus dan zit ik toch een beetje te poelen. Dus waar het op lijkt, is dat er een, en dat bedoel ik niet lullig, maar een soort toch van ik-beleving is die een ander ik-beleving afkeurt. Ja. Het is niet dat wat het afkeurt, hoewel ik moet zeggen, de indruk is dat dat niet per se razend enthousiast is over de stoorzenders die wij feitelijk zijn. Ja, want je hebt gewoon die uitgebreide, oneindige stilte en dan ergens is er zo'n plek en dan... Het is nooit helemaal rustig daar. Of harmonieus, of... Er is altijd iets. Daarom riep ik wel eens, leven is pijn. Er is altijd iets van frictie. En ja, gewoon alleen het zijn alleen al, dat doet al. Ja, het is helemaal niks eigenlijk. Nee. Gelukkig is het tijdelijk. Maar in de kern komt het denk ik toch uit om bij dat ondraaglijk te proberen te blijven. Ja, en te onderzoeken dus vanuit welk perspectief dat wordt beleefd en of daar verschillen in zitten. Dus als je meer het vanuit dat zeg maar beleeft, zal het waarschijnlijk minder erg zijn. Of misschien zelfs kunnen oplossen. Terwijl als we er dichter op zitten en er dus meer mee knokken, dan wordt de intensiteit van waar het knokken plaatsvindt alleen maar erger.
hem zojuist komt op de zin, ik zit mezelf niet meer in de weg. En dat is eigenlijk fantastisch. Mm-hmm. En dat het vooral voor mij in de kleine en de alledaagse dingen zit, dat als er iets op de grond valt, of dat dat dan zo is, maar dat er niet irritatie is, niet frustratie. Dat ik denk, oh ja, zeker als kind, dat je dan een soort de neiging had om er tegenaan te stoppen of iets te doen om daar nou ja, een ding van te maken, dat dat helemaal weer gevallen is. En dat het juist in het doen van de afwas zit. En dat dat dus helemaal oké is om een afwas te doen en dat daar niet nog muziek bij aan moet, of dat afwas een tussenstation is naar iets wat echt veel toffer is dan de afwas doen. Dat is het, de afwas doen. Ja, dat vind ik echt fantastisch. Ja. Het is helemaal zen. Ja. De zen van het afwassen. Ja, hier zijn zitten. Dit. Ja, precies. Ja, mooi. Nou, laten we maar even pauzeren dan.